Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met in dit programma te gast Yvonne Sonstolk. Zij is fractielid van het CDA en zit in de gemeenteraad. Yvonne, van harte welkom. Dankjewel. Jij bent inmiddels al in je tweede termijn bezig, hè? Ruim zes jaar al raadslid. Hoe bevalt het? Nou, ik kan wel zeggen dat het goed bevalt. De werkdruk is wel wat hoger geworden dan gewend. En dat heeft natuurlijk van alles te maken met... Gewend in relatie tot? Nou ja, in relatie tot de eerste termijn. Er zijn in de afgelopen periode heel veel zaken vanuit het landelijke overgeheveld naar de gemeente. En dat heeft ook zijn weerslag op de raads- en commissieleden. Ja. Goed, dus meer onderwerpen, maar het heeft ook te maken met de manier van vergaderen, hè? Meer onderwerpen, de manier van vergaderen, de frequentie van vergaderen. Er wordt heel veel vergaderd, er zijn veel afspraken waar je bij aanwezig moet zijn. Ja. Is dat nog beter te stroomlijnen dan dat het nu gaat? Dat denk ik wel, ja. Ja, er zijn heel veel zaken, zoals thema's op één avond. Ja, je kunt je niet in drieën splitsen, dat is dan wel eens lastig. Mm-hmm. En je zou eigenlijk bij alle drie aanwezig willen zijn. Dus ja, dan moet je via je fractie wel schipperen wie gaat waar naartoe. En zo de informatie tot je gaan halen. Ja, dus ja. Je mag ook medelijden hebben met de kleinere partijen die heel veel zelf moeten doen. Absoluut, ja. Als je beschikt over minder fractieleden, dan heb je een probleem. Ja, hoe loopt dat bij het CDA? Bij het CDA loopt dat eigenlijk best heel erg goed. Binnen onze partij kunnen we toch wel rekenen op de steun van elkaar. Dus als ik eens een keer niet kan, dan valt er een collega in en omgedraaid is dat ook zo. Ja, jullie fractie, hoe functioneert die? Die functioneert eigenlijk heel erg goed. Natuurlijk heb je opstartproblemen na de laatste verkiezingen. En ja, heb je met nieuwe mensen te maken. Precies. Nou, ja. Maar ja, zijn die nu gesetteld? Die zijn nu gesetteld, ja. Noem er eens een paar waar je van onder de indruk bent. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we een aantal nieuwe leden hebben. Dat is onder andere Tjakko van Einatten. Die zit in de commissie Ruimte. Nou, die doet het eigenlijk hartstikke goed. Leest zich ook heel goed in. Heeft ook goede kennis van dossiers. Dus dat is een aanwinst voor de partij. Ja, en zo zijn er nog wel meer. Zo zijn er nog een paar meer. Op de achtergrond Henk-Jan van der Munnik zit in de commissie Samenleving. Heeft ook een hele goede dossierkennis. Is ook eigenlijk regelmatig aanwezig bij allerlei zaken wat de commissie raakt. Nou, dan hebben we ook natuurlijk nog Arjan Seipkes. Ook vrij nieuw als raadslid in dit geval. En ook die is zeer betrokken en daar kun je ook op terugvallen. Ja, Bert Roelofs, ook een coming man. Bert Roelofs zit in de commissie bestuur, ook een nieuwkomer in de fractie. En ook die is zich aan het inleren. We kennen hem als oud voorzitter van Tiole, hè? Ja, jij wel. Ik ken hem daar persoonlijk niet van. Ik heb niet zoveel met voetballen, maar okay. Ja, daar komt hij vandaan. Ja. Oké, en hoe loopt dat? Wat zijn zijn ambities? En dan zeg jij natuurlijk van ja, dat moet je aan hem vragen. Maar ja, precies, dat moet je aan hem vragen. Maar goed, dat is natuurlijk wel duidelijk binnen het CDA zelf. Dat, duidelijk is op dit moment nog helemaal niks. Onze doelstelling nu is om de eerstkomende twee jaar echt goed door te komen. Ja, maar is het niet zo dat de loopgraven al een beetje ingenomen worden in opstap naar de verkiezingen die er weer aangekomen zijn? Ja, natuurlijk. Er zijn persoonlijke ambities, die heb je allemaal. Die heb ik, die hebben de andere fracties. Ja, je hebt zelf al eens een keer uitgesproken voor de camera dat je een wethouderfunctie ambieert. Hè? Als, ja. dat, als die mogelijkheid er zo zijn. Dat klopt, die uitspraak heb ik gedaan. Nu ben je zes jaar onderweg. Ja. Dus, als we het gaan bekijken, hè, zoals het loopt. Tom van Oostrum is nu de fractievoorzitter. Die heeft ook de ambitie om wethouder te worden. Natuurlijk is Henk Driessen de huidige wethouder van de CDA. Ja. Als het een en ander door zou stromen, dan is het heel logisch dat jij fractievoorzitter wordt. Ja, maar daar gaat de fractie over. Kijk, in je Maar dat je je beschikbaar stelt dan als fractievoorzitter. Ja, dat is een tweede discussie inderdaad. Maar uiteindelijk is het de fractie die daarover beslist. Kijk, ik ben nu al vice-fractievoorzitter. Dat ben ik nu de afgelopen periode. Dus ja, het zou inderdaad logisch zijn dat je daarin doorgroeit. Maar nee, normaal, die ambitie die heb je ook. Die ambitie heb ik, ja. Maar daar zullen toch wel een aantal zaken met elkaar besproken moeten worden voordat je die ambitie kunt gaan waarmaken. Ja, welke zaken zijn dat? Nou ja, dat je met elkaar beslist van nou, jij bent de beste persoon om op dat moment de kar te gaan trekken voor de fractie. Ja. Hey, jij bent ook betrokken bij de kinderraad en ook bij de zomerschool. Hè? Ja. De zomerschool, dat is een heel mooi initiatief. Vertel daarover. Ja, de zomerschool is ontstaan uit het jaarthema senioren. En daaruit is de zomerschool eigenlijk ontstaan met een klein budget, een aantal senioren enthousiasmeren en cursussen aanbieden, zodat ze in de zomer ook wat leuks te doen hebben als kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn. Ja, deze flyer die is inmiddels verspreid. Ja. Wat is er allemaal te doen? Nou, een heleboel eigenlijk. Waar moeten we aan denken? Nou ja, als je bijvoorbeeld het aanbod van het programma ziet, zie je dat ook de brandweer een rol wil gaan spelen in de zomerschool. Een workshop veiligheid, dat is nieuw.
Doelstelling voor hun is ook dat met name senioren toch wel een doelgroep is waar ze graag mee in gesprek willen komen. Mm-hmm. Daarnaast is het zo dat senioren het misschien ook heel erg leuk vinden om eens een kijkje te nemen op de brandweerkazerne. Dus leren en doen gaat hier samen. Ook de plantage heeft zich dit jaar aangemeld via de zomerschool. Die hebben een heel groot scala van producten waarbij ze senioren kunnen enthousiasmeren voor dans, voor schrijven, kalibreren. Hè? Dat mm-hmm. is een bepaalde vorm van schrijven. Samen zingen, koorzang, Nederlandse nummers, hele leuke dingen allemaal. En ook zaken computergerelateerd? Ja, zoals verleden jaar ook in de zomerschool is opgenomen. Die staan er ook weer in, want die zitten eigenlijk gelijk vol. Ja. Die zomerschool, mooi initiatief. Waar gaat dat plaatsvinden en hoe? Als mensen zeggen, nou, ik wil wel eens weten wat er allemaal te doen valt. Of hoe moet ik maar, hoe werkt het? Nou, in ieder geval wordt de flyer wordt verspreid deze aankomende week. Dat is week 24. Via de stad Tiel gaat die in 15.000 brievenbussen vallen, als het goed is. En daarnaast is er een website. En de website is van het servicepunt Thuiswonen. Ja. En daar is een knop zomerschool. Daar kun je op klikken. En dan zie je ook het hele scala en het aanbod van het programma. Praat je nou over een burgerinitiatief of een gedeeld burgerinitiatief? Of komt het eigenlijk nog wel steeds van de gemeente uit? Nee, de gemeente heeft hier eigenlijk niks meer van doen. Het is absoluut ontstaan als een burgerinitiatief. Waarbij mensen en enthousiaste mensen gezegd hebben, dit moeten we omarmen. Dit is zo leuk en dit wordt zo gewaardeerd, hier moeten we wat mee. Nou, het Oud-Burgerman- en Vrouwenhuis vindt dat dus ook. Die sponsoren, en nou ja, eigenlijk het is geen sponsoren, het is eigenlijk volledig subsidiëren het hele initiatief. En hebben wat praat je dan over? Over financiën? In dit geval, over financiën. Ja, ongeveer. Ja, ongeveer zo'n 5.000 euro wat het Burgerman- en Vrouwenhuis hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, fantastisch. En dat kan dus? Ja, zonder hen is het, was het financieel gezien niet mogelijk geweest. In het verleden, hoeveel mensen deden er dan nou aan mee? De eerste zomerschool, moet ik even uit mijn geheugen gaan graven, waren er ongeveer een 150. Mm-hmm. Verleden jaar hebben we ook zomerschool gedraaid en toen waren het al dik 287. Meer plaats hadden we niet, want we hadden een wachtlijst waar ook nog eens 200 mensen op stonden. Zo. Zoveel. Ja. En dit jaar hebben we een ruimte voor meer dan 400 mensen. Dus het voorziet in een behoefte? Ja, het voorziet er daadwerkelijk in een behoefte. Ja. Jij staat bekend als een sociaal iemand, hè? Die vertegenwoordig jij ook in die gemeenteraad. Ja. Je bent onder andere ook betrokken bij de jeugdraad. Ja, de kinderraad. De kinderraad. Ja, als griffier en begeleider, ja. Waarom doe je dat? Want dat doe je al een hele lange periode. Wat, ja, eigenlijk als je ik in de raad zit. Nou, weet je, kinderen hebben de toekomst. En wat ik zo mooi vind van dit initiatief is dat kinderen op jonge leeftijd leren om mee te praten en mee te denken. En ook zien van, goh, als ik een idee heb en ik wil iets bereiken, dan zal ik dat met elkaar, moet ik dat gaan realiseren. Dus ik wil wat, ja, dat is leuk, jij wil ook, maar zie de rest eens te overtuigen dat je ook iets wilt. En met elkaar ervoor te zorgen dat we iets moois kunnen maken. Nou, die kinderraad is er dus nu een aantal jaren. Mm-hmm. Wat hebben ze gerealiseerd? Waar je kunt zeggen, nou, daar ben ik trots op. Daar hebben we het verschil toch wel gemaakt. Nou, de eerste periode, dat kan ik me nog goed herinneren. Dat was die speelgoedactie voor de voedselbank. Mm-hmm. Fantastisch initiatief. Hè, waarbij 76 gezinnen met kinderen, echt voor alle kinderen, heel veel leuke cadeautjes hebben gekregen. Nou, dat is een initiatief geweest van de kinderraad. Dat was in de decembermaand, hè? Dat klopt, ja. Mm-hmm. Ze hebben toen zelf allerlei leuke cadeautjes ingezameld, heel veel nieuwe cadeautjes ingezameld. Zelfstandig alles ingepakt en netjes afgegeven bij de voedselbank. Dat was een mooi project. De Berenkaal, de fietstunnel bij de Berenkaal. Nou, dat is natuurlijk een megaproject geweest. Die is ook mooi. Die is nog steeds prachtig, daar ben ik nog steeds trots op. En, dat gaat goed, hè? Dat gaat goed, ja. In de zin van dat dan niet graffiti gespoten wordt, dan gaan ze maar door. Nou, dat hoop ik ook echt dat het zo blijft. En dat heeft denk ik ook te maken dat je toch ook respect hebt voor de kinderen die dat echt met elkaar hebben ontworpen. Ja, en als iets er netjes uitziet, dan laat je dat dan zo. Dan loont dat ook, hè? Ja. Ja. Oké, ga verder. Ja. Nou ja, en verleden jaar hebben de kinderen zich druk gemaakt over al het afval in Tiel. Daar ergert de burger zich aan, maar ook de kinderen. Mm-hmm. En hebben ze bedacht dat de afvalbakken er mooier uit moesten komen te zien. Dus er zijn ontwerpen voor gemaakt. En die zie je ook eigenlijk als je op de afvalbakken in de binnenstad kijkt. Zie je die ontwerpen terug.
Ja, nou kan ik me ook nog iets herinneren. Dat is een jaar of 3-4 geleden, de kinderkops. Ja, dat klopt. Er is een initiatief, een motie geweest destijds van de Partij van de Arbeid. En met de doelstelling ook dat daar de kinderraad bij betrokken zou worden. Wat was het verhaal? Het verhaal is eigenlijk dat, dat in bepaalde gemeentes in Nederland werkt dat heel erg goed. Kinderen worden kinderkops, spreken volwassenen aan op hun gedrag. En dat werkt. Ja. En we hebben verleden week donderdag kinderraad gehad, waarin de kinderraad een onderzoek heeft gedaan naar de schooleilanden. Hè. De gemeente heeft rondom de scholen de inrichting veranderd met schoolgebied en bordjes enzovoort. Dat noemen we een schooleiland? Ik geloof niet dat ze een schooleiland noemen. Maar nou, goed, whatever. Een schoolomgeving, zullen we het zo maar noemen. En de kinderen kwamen tot de conclusie dat de gedragscodes van ouders, verzorgers, rondom de scholen, dat compleet anders moet. Ja, mensen rijden te hard, ja. Dus daar zou zo'n kinderkop initiatief eigenlijk prima in passen. Dus, nou, maar die motie, was die destijds aangenomen? Die motie is aangenomen, ja, die moet nog uitgewerkt worden. Oké. En waar ligt het dan aan dat het want het is 3 of 4 jaar terug? Volgens mij wel, ja. Waarom is er nog geen handen en voeten aangegeven dan? Geen idee. Ik denk dat het een goede oproep is om dat met elkaar Daar ga jij werk van maken. Ik zal daar absoluut werk van maken. Zeker naar aanleiding van de laatste vergadering hierover. Ja. De actualiteit. Ja. Binnenkort de perspectievennota. Mm-hmm. Er zijn weer keuzes die gemaakt moeten worden. Veel wensen, weinig geld. Ja. Ja. Vertel eens een paar van die wensen. Ja, de wens die iedereen de laatste periode wel gezien heeft, is natuurlijk het voetbalveld Waddenooyen. Mm-hmm. Die heeft een wens voor een kunstgrasveld. Nou ja, we zijn al een paar keer ter plaatse geweest en de nood is daar erg hoog. Dat is een grote wens, dat daar een nieuw kunstgrasveld komt. Ja, zo heb je Astilos, die wil graag een nieuwe baan. Nou ja, dat geld is er, maar ze willen graag een kunststofbaan. Dus daar moet dan weer wat geld bij, dat is een keuze die je kunt maken. Dus ja, zo zijn er wel een heleboel keuzes. Ja, nou hadden we het laatst op de televisie, dat is trouwens ook een oud-voorzitter van Tiolen, mm-hmm. die zei van, goh, het ontbreekt die gemeente Tiel aan visie. En dan gaat het met name om het sportbeleid. Ja. En waar hij op doelde was, concentreer nou al die sportverenigingen mm-hmm. bij elkaar. Mm-hmm. En ga niet ad hoc daar 10.000 euro in stoppen, niet gebeurt. Daar een ton. Ja. En dat is dat geld weggooien. Ja. Hij noemde heel gekscherend, nou, zorg ervoor dat TSC van de lok verdwijnt. Stop Theole en TSC bij elkaar mm-hmm. op een veld of met een stadion, whatever waar. Mm-hmm. En concentreer, waar nu de lok is, alles bij elkaar. Ja, regeren is vooruitzien, dat klopt wel. Daar heeft hij wel een punt. Die visie, die visie, ontbreekt die in Tiel? Nou, ik denk dat dan dergelijke visie, zoals je het nu uitlegt, dat die er niet is. Nee, dat klopt. Er is ook geen potje met geld wat gereserveerd is voor het onderhoud, bij wijze van spreken. Dat is er niet. En dat is een manier van doen die we hier in Tiel eigenlijk altijd zo gewend zijn. Ja. Nou, hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat als je potjes, het is een raar woord, we zijn niet zo van de potjes, maar geld gaat reserveren voor sportaccommodaties bijvoorbeeld, voor het onderhoud, ja, dan haal je een heel groot gedeelte uit je budget. Ja, dat kun je dan niet uitgeven. Dus het heeft te maken met het feit dat het geld dan nooit meer was om überhaupt over een visie na te denken, zeg je dat? Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk dat je het zo anders zou moeten inrichten. Kijk, als je gaat praten over een visie rondom dit hele verhaal, dan zul je ook inderdaad je omgeving daar moeten gaan inrichten. En als je visie hebt, zul je daar ook geld voor moeten reserveren. Gaat daarover gesproken worden binnenkort? Ja, ik denk dat denk ik niet. Dat op korte termijn. Misschien is het iets voor stom. De verkiezingen. Maar is toch stom? Weet ik niet. Of dat stom is. Ik denk dat het een inzicht. Als geld kan besparen. Ja, misschien, maar eerst moet je het geld hebben voordat je het kunt gaan besparen. Je zult eerst geld moeten gaan... Ja, dan krijg je het kip en het ei van. Ja, precies. Maar rondom verkiezingen zeg jij... Is dat een goed item om de verkiezingen eens te belichten. Van hoe wil je in de toekomst omgaan met het sportbeleid? En hoe ga je ervoor zorgen dat er wel geld op de planken ligt om zaken te veranderen? En in ieder geval dat onderhoud in goed. Ja, je wil natuurlijk ook niet jullie eigen wethouder Henk Dries voor de voeten... Nee, maar het heeft ook met financieel beleid te maken binnen de gemeente. Kijk, goed, als we met elkaar zeggen, jongens, we willen geld hebben om dingen te doen. Ja, en je zult dan geld moeten gaan reserveren voor sportaccommodaties. Ja. Nou, jij woont zelf ook in de wijk Passewaaij. Ja. En elk jaar komt dat weer terug. Het hoge gas. En dus mensen, eerst 2 kontjes hoger. Mensen die hebben volgens mij wel 10. Althans, het ligt aan, dus aan de maat van de billen. Hè. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ja, laten we het daar maar niet over hebben. Hè? Nee.
elk jaar komt dat weer terug. Er is destijds, ik meen in 2010 of 2011, kan ook 2009 zijn, mm-hmm. schiet mij maar lek, is dat beleid vastgesteld. De wijk was ecologisch, dus ja, dat moest vooral groeien. Goede bloemetjes in de wijk. Vorig jaar wethouder Melissen, die is verantwoordelijk nog voor de camera daarvoor gehad. En die heeft precies laten zien wat dat beleid inhield. Mm-hmm. En dat klopte precies. Ja. Dus dat er zicht vrij was op kruispunten. Ja, en ga zo maar door. Ja. Toch is er weer gemorrel. En zie je vanuit de huidige raad dat mensen zeggen dat beleid moet anders. Heeft dat weer met geld te maken? Dat heeft ook met geld te maken. Of heeft dat ook te maken met praten voor de bühne? Kan ook, hè? Nee, dat denk ik niet. Kijk, recent is er natuurlijk weer een ongeval. Helaas weer een ongeval te betreuren geweest rondom rondom Passewaaij. Had het te maken met dat het gas te hoog was? Ja, dat weet ik zelf niet of dat zo het geval is. Je zou denken van wel, omdat je ziet mensen niet zo goed aankomen. De bewuste rotonde waar dat gebeurt is al een hele onveilige rotonde, mm-hmm. vind ik. Ik vind het al een hele kunst om daar... Ja, maar de zichtlijnen als je fietst rechts, die zijn dan vrij. Het is niet de bedoeling dat je links gaat fietsen, dus daar staat het gas hoog. Dat klopt. Het heeft ook wel te maken met de gedragscodes van mensen zelf. Ook van automobilisten, van rijden wat rustiger. Maar dat ze gezegd hebben, is het ook zo dat ik tijdens de commissie samenleving afgelopen woensdag daar een vraag over gesteld heeft. En de wethouder ook geantwoord heeft van ja, we zijn nu aan het controleren of de zichtvlakken wel goed gemaaid zijn. Nou, niet in alle gevallen blijkt dat zo te zijn. Dus er zit iets mis in de uitvoering. Dat is wel helder. Maar dat is dan voor dit jaar? Dat is voor dit jaar. Nou ja, of dan het beleid niet goed is, dat is een tweede. Dat zou je dan kunnen belichten. Kijk, als de wethouder niet voldoende speelruimte heeft om dat beleid uit te voeren... Mm-hmm. Ja, dan zul je daaraan moeten gaan schaven. Maar in eerste instantie denk ik dat het te maken heeft met de uitvoering. Dat daar iets mis is gegaan. Zoals al eerder gememoreerd, jij houdt je bezig met zorg, ook in Tiel. Ja. Hoe staan we ervoor? Nou, in eerste instantie kan ik zeggen dat we er in Tiel niet zo slecht voor staan eigenlijk. Als je zo de landelijke kranten leest, dan maak je ernstig zorgen. Maar ook Tiel gaat geld overhouden. Ja en nee. Ik ben daar heel voorzichtig in. Omdat, mm-hmm. omdat nog niet helemaal niet duidelijk is of dat echt helemaal zo is. Er moeten nog heel veel nota's moeten er binnenkomen. Ja, het grote probleem is dat je werkt met zorgverleners. En die leveren nota's. Die mogen nota nog een jaar na dato inleveren. Dus mm-hmm. het is niet helemaal duidelijk hoeveel geld er is. Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Geldermans met meer dan 5 miljoen over. Ja, dat gaat hier niet gebeuren. Nee, dat weten we niet wel. Dan kun je natuurlijk op je sloffen nagaan dat daar andere mensen de dupe van zijn. Dat zou je wel denken, ja. En voor ons is het wel heel belangrijk dat onze burgers binnen Tiel daar niet de dupe van worden. Kijk, je bent verplicht om aan de landelijke richtnormen te voldoen. Nou, daarnaast doet Tiel nog veel meer dan dat. Hè. De huishoudelijke hulp is wel veranderd, maar die hebben we nog steeds hier in Tiel. Dus we doen wat dat betreft wel een goede job. Maar goed, je moet wel vinger aan de pols houden. Het is belangrijk dat mensen die zelfstandig thuis moeten blijven wonen, dat ook wel kunnen. Ja, veilig thuis. Als ik dat zeg, dan komt er dan meteen stoom uit je oren. Nou ja, stoom is een groot woord, maar dan heb ik wel last van prikkende nekharen. Ja. Mm-hmm. Ja. De verantwoordelijke wethouder, mm-hmm. Henk Driessen, mm-hmm. Die is er volop mee bezig. Schets even de situatie. De huidige situatie is nu zo dat ze dus onder verscherpt toezicht staan bij Veilig Thuis. Er zijn ook duidelijke maatregelen voor genomen. Het functioneert voor geen meter. Nou ja, nee, het functioneerde inderdaad niet. Nee. Er zijn zoveel achterstanden opgelopen. Of de achterstanden zijn zo opgelopen, de wachtlijsten zijn zo groot. Nou, men noemt dat werkvoorraad. Nou, ik vind het gewoon een keiharde wachtlijst. En ik vind dat een zwaar probleem, met name omdat je hier over hele kwetsbare mensen hebt en kinderen. Jij komt ook uit het bedrijfsleven, als we dat nou eens vergelijken. Is die boedel dan eigenlijk zo failliet als maar zijn kan? Als zo in het bedrijfsleven gewerkt zou worden, dan had het absoluut geen levensvatbaarheid voor de toekomst. Nee. Hoe zie jij het? Hoe kan het snel verbeteren? Nou ja, snel. Ik denk in eerste instantie snel is wordt lastig. We staan al met 1-0 achter. Belangrijk is dat de mensen die er zitten, de mensen die het daadwerkelijk moeten uitvoeren, die werken wel hard. Die willen wel. Alleen die zullen op de juiste manier begeleid moeten worden en ondersteund moeten worden. Daarnaast is het zo dat er gerekend was op ongeveer 600 meldingen per jaar. Nou, dat is verdrievoudig. Na 1800. Nou, precies. Ja. Dus ja, als je dan met 35 FTE hetzelfde werk moet gaan doen, maar dan 3 keer zoveel. Ja, dan weet iedereen dat dat gewoon niet fatsoenlijk gaat lopen. Dus daar moet je snel bij bijschakelen. Ja. Jolanda Stoeten, die hebben we een aantal maanden geleden ook op bezoek gehad. Ja. En die zei van nou, misschien moeten we wel eens kijken naar een hele andere organisatie dan die GGD die dit gaat uitvoeren. Ja, hoe zie jij dat?
Nou ja, in ieder geval denk ik dat dat een van de onderdelen is die je mee kunt nemen. Zit het bij de GGD op de juiste plaats? Zo ja, nou dan zullen we er alles met elkaar moeten doen. En als er extra middelen nodig zijn... Zou wel pijnlijk zijn voor de wethouder, hè? Zou pijnlijk zijn, ja, maar ja, dat is een duaal systeem. Ik bedoel, de raad is er om te controleren. En als we dat met elkaar concluderen, ja, dan is dat inderdaad ook zo. Ja, ja. Is nou die wethouder een beetje aangeschoten wild geworden binnen die raad door deze discussie? Nee, dat geloof ik niet. Kijk, je bent een van de vele vertegenwoordigers in een GR, hè? Dus het is niet alleen Tiel die daar... Goed, als vicevoorzitter. Ja, maar ja, god, ja, vicevoorzitter, AB-lid, ja... Ik bedoel, nee, aangeschoten wild, zo zou ik hem niet willen bestempelen, hoor. Achteraf gezien handig of niet handig om als vicevoorzitter daar aanwezig te zijn? Had hij niet beter kunnen zeggen van jongens, ik doe een stapje terug? Ja, dat weet ik dus niet. Dat is denk ik aan de persoon zelf. In dit geval, nee. Ik persoonlijk zou ik zeggen van nee, dat lijkt mij niet het geval. Okay. Het is wel belangrijk dat je natuurlijk wel transparant blijft naar je commissie en raadsleden. En dat is wat hij doet, hè? Dus en de dat boodschap, is wat hij doet. Dus de boodschap, de boodschap is duidelijk. Ja, precies. Ja. Hey, tot slot, ook een actueel onderwerp. De asielzoekers, komen ze wel, komen ze niet? Mm-hmm. Hoeveel? Hoe gaat het lopen? Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou eigenlijk nog steeds niet zoveel. Het is bekend en daar hebben we als raad in november verleden jaar al een besluit over genomen dat we voor opvang gaan hier in Tiel. Ja, de regio Rivierenland moet 1200 mensen, Heb ik al begrepen. En dat is dan dat gaat dan over 10 gemeentes. Naar ratio. Maar, dus zijn er dan in Tiel zo'n beetje 250? Ik heb geen idee over hoeveel het gaat. Maar, en over welke locatie ook niet. Coma laat behoorlijk lang op zich wachten. De burgemeester heeft dat duidelijk gemaakt in het presidium, hè, dat het moeilijk communiceren is met dat COA. Klopt, die blijven nogal achter met de communicatie. Dus ja, wanneer daar iets duidelijk in wordt, nou, ik ben ook benieuwd. Nou, dan zijn we dat met jou. Veel succes met de zomerschool. Dankjewel. En we blijven je volgen. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er binnenkort weer. Graag tot dan.